Van harte welkom bij het Alzheimer Café Land van Kuik en Gennep. Vandaag gaan we het hebben over het maken van een levensboek. Zie je het eigenlijk als een soort reis door de tijd? Zeker mensen met een dementie, daar blijven de herinneringen vaak lang intact. Dankjewel Carmen. Zoals we al hebben gezegd, van, we gaan het vandaag hebben over de reis door de tijd... En uh, superstand dat jij uh, ons vandaag jouw verhaal wil komen vertellen over het uh, levensboek, herinneringsboek, wat jij gemaakt hebt samen met jouw moeder. Hoe kwam je op het idee om een boek samen met haar te maken? Um, ik wilde haar vooral, zeker um, toen de dementie ernstiger werd, verwennen, het aangenaam voor haar maken. Um, en daar kwam ik. Op het idee om haar met haar levensverhaal of over haar leven te gaan schrijven, praten met haar. Dat vind ik wel een mooie manier om iemand in het zonnetje te zetten. Zou jij iets kunnen vertellen over het proces wat jullie samen hebben doorgemaakt, jouw moeder en jij, door het maken van zo'n boek? Um, het proces op zich was misschien het allerleukste, zonder dat er nou een boek uit zou komen rollen. Mm -hmm. Het is inderdaad gaandeweg en wijs ontstaan. Van wat werkt, wat werkt niet. Ik heb natuurlijk ook foto's gebruikt. Maar ook informatie over haar dorp. De mensen die er woonden. Foto's van oude straten. En eigenlijk was het iedere keer zoeken. En dat werd me steeds duidelijker. Het plezier van herinneren. Ja. En dat is met dementie wel een wonderlijke combinatie. Maar die was er zeker. Het plezier wat ik zag als. Ze zich dingen herinnerde als ze kon vertellen over Beuken, hoe het vroeger was. Ja. Zag je een andere moeder? Wat, wat gebeurde er met je moeder als jullie daar samen mee bezig waren? Ja, ik zag inderdaad een hele prachtige verandering. Want ze zag de film voor zich. Ja. Dat kon ik in haar ogen zien. Ze zag het ouderlijk huis, de straten vroeger in Beuken door haar school. Maar ik zag ook een... een uh... Een verandering in de zin dat ze weer. alsof ze een stukje groter werd. Ze had de regie weer. Ja. Ze corrigeerde mij uh, heel makkelijk of uh, vulde dingen aan. En Het ging met een, een gemak die je in de andere dagelijkse uh, dingen. niet zo snel terug. dan was ze toch onzekerder of afhankelijker. Ja, uh, dat ja. was echt het grootste, de grootste winst. Je was weer even. Uh, het was weer even moeder. En dochter. Op momenten denk ik dat, dat je dat zeker zo ervaren hebt. Nou, het werd, dat was ook een grote verrassing. Het werd soms bijna als zusjes. We gingen terug naar vroeger. Um, we deelden dat met elkaar. Door haar ogen werd uh, Oud Beugen voor mij ook veel uh, levendiger. En um, de intimiteit die dat gaf. Was verschrikkelijk belangrijk. Dat was het mooiste. En of het dan dochter, het was vooral intimiteit. Ja, ja. Ik, ik ervaar dat ook. Ik ben uh, bezig met, uh, met het boek Reis door de Tijd samen met mijn zwager. Mijn zus is overleden en mijn zwager die lijkt dus ook aan Alzheimer, maar woont nog thuis. En iedere woensdagmiddag bezoek ik hem. En het is zo mooi als ik die twinkelende ogen weer ja. zie als ik in een doos met allemaal foto's samen ga rommelen... en dat hij zei, oh ja, wat hebben wij toch veel gedaan... in de, in, in de tijd dat ik leefde, de vakanties, de kinderen. Dat is, is zo mooi om te zien als, ja. als je de blijdschap ziet um, uh, in zijn ogen... en, en dat je ook aanvaardt, ik weet nog wie dat is. Ja, ja. 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 super. En dat, dat gevoel, uh, dat is dus een klein feestje. Eigenlijk is het iedere keer weer een klein feestje. Ja. En wat was jouw ervaring toen je daarmee bezig was? Nou, wat je zegt, dat feestje. Ja. De ontdekkingen. Uh, inderdaad, de ontdekkingen waar zij blij van werd. En dat, dat, dat het echt van zulke kleine dingen kunnen zijn. Als mm -hmm. een, uh, uh, de, een klok. Uh, en ik had liefst nog een opname van zo'n klok kunnen. Want dan was het compleet geweest. Maar de vorm van een klok, de, de plaats van een telefoon. In de gang, de varkens in de stal. Dat had ik zo langzaam allemaal in kaart gebracht. En ja, dat knikken, dat instemmen. Ja, ja, dat klopt van haar, met van die stralende ogen. Dat was haar weer. Zij was weer letterlijk thuis. Ja, heel mooi. Heel mooi. Ze heeft jou meegenomen, hè? Ja, zo, 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 zo kun je het wel voelen. Nou heb jij, Stans, een prachtig boekje gemaakt. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die denken... ja, maar aan zoiets ga ik niet beginnen. Je kunt natuurlijk ook gewoon een plakboek pakken. En, en, de, en de, de, de foto's in een, in, in een boek plakken. Of bijvoorbeeld als je dat boek neemt van Reis door de Tijd... dan, dan wordt het iets makkelijker, want dan krijg je toch iets meer sturing... Uh, hoe dat je de foto's en hoe dat je je verhaal kunt invullen. Eh, dat, dat is natuurlijk ook fijn voor mensen, want niet iedereen is even handig met, met zulke dingen. En dat is ook niet, niet het belangrijkste. Want wat is volgens jou de meerwaarde? Wat is de meerwaarde van, van zo'n boekje maken? Het maken was natuurlijk al een, een, een feestje en, en heeft me ontzettend veel momenten van plezier en intimiteit, ongekende intimiteit met mijn moeder opgeleverd. Mm -hmm. Um, maar daarna bleek het ook een houvast en een rustpunt voor haar. Um, ook een ingang voor bezoekers. Wie dan ook? Je kunt iets voorlezen uit het boekje. Hè? Als je dan, uh... Maar vooral in de tijden van dat ze onrustig was, of verdrietig of in de war. Of... Um, dat boekje haar foto staat uh, voorop. Ze zag het boekje de verzorging schoof het een beetje in haar richting of gaf het haar gewoon. En dan is er iedere keer die verrassing van... Hé, hey, dat ben ik. Ja. Wat is dit nou? En het boekje ging open en ze ging lezen. Prachtig, ja. En het gaf rust, ja. het hou vast. Even weer iets bekends in de... Een mm, stukje veiligheid. Ja. En dat was gewoon altijd daar aanwezig voor haar. En dat is... Uh, dat had ik ook niet zo bedacht, maar zo bleek te zijn. En daar ben ik zelf ontzettend blij mee dat ik dat aan haar kon geven. Ja. Super, ja, het is zeker fijn. Wat zou jij, eh, familie en, en mantelzorgers, hè, die denken van ja, eigenlijk zou ik dit ook wel willen doen met mijn moeder of met mijn familie dit. Wat zou, heb je daar tips voor? Wat zou je, wat zou je mee willen geven? Um, hou het vooral plezierig. Houd rekening met het moment dat iemand niet in de stemming is of eh, dan een keer niet. Mm -hmm. Laat dat los. En zoek vooral het plezier op. Dan zijn er misschien maar gaten in de tijd, of dan is er een gebeurtenis die altijd heel belangrijk was, maar nu niet meer tot de verbeelding spreekt, of waar die herinnering niet makkelijk komt, of plezier. Laat het los. Zoek vooral het plezier, want dat heb ik ook gemerkt. Als mijn moeder makkelijk ging praten, zich ontspande en uh, ging vertellen, dan kwamen er gewoon spontaan herinneringen mee. Alsof daar een verbinding zit in de ontspanning en een bepaald zelfvertrouwen. En dan, dan kwamen er verhalen die, waar ik niet om gevraagd heb, die zeg maar spontaan kwamen. En dat is een soort magie, of die, die, um, maar vooral een plezier. Want het heeft heel veel tijd gekost en het, dat vind ik helemaal niet erg. Nee. Absoluut niet, want het heeft me heel veel opgeleverd. Maar het was heel vaak herhalen. Weer opnieuw weer proberen. Oh, deze week gaat het niet door. Of weer opnieuw proberen iets anders proberen. Ja, en ik denk ook naar, naar familie toe. Hè. Um, um, je, moet ook, je, je kunt ook al met een doos beginnen en op tafel zetten en, 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 en dan lekker in rommelen. En dan ervaar je wel of, of, of jouw uh, familielid het prettig vindt, of niet. Want er zijn natuurlijk ook mensen die daar veel minder mee hebben. Maar vooral proberen, en uh, zoals je eigenlijk ook al vertelde, uh, ze mogen jou toch ook wel, jij als ze als als tips nodig hebben, jij wil ze wel over een drempeltje heen helpen, toch? Dan mogen ze jou. Uh... Um, tips. Nou, het belangrijkste is wel, hou het leuk, hou het plezierig. Voor, voor jezelf en voor, de, voor degene met wie je zoiets um, gaat maken. Um, het plezier en de ontspanning die dat oplevert levert bijna automatisch uh, weer herinneringen of verhalen op. Dat is uh, en, en, en ga daar ook, ook los mee om in de zin van dat sommige dingen die spreken niet meer tot de verbeelding, andere wel. Dan is het zo. Dan uh, laat vooral het leidend zijn, het plezier samen, het ontdekken samen. Uh. En niet zozeer hoe het boekje er per se uit moet nee, zien... of welke nee. onderwerpen er nee. aan bod moeten komen. En, en inderdaad natuurlijk, het samen zijn. Het samen zijn, inderdaad. En je kunt het keer op keer gebruiken... en iedere keer krijg je dat je samen een mooie momenten hebt. Ik denk dat dat ook het allerbelangrijkste is. Mogen mensen um, um, jou mailen om, als ze eventueel denken van... God, ik, ik, zou, ik heb eigenlijk nog wel een vraag aan Stans... Um, um, dan mogen ze je dan mailen zodat jij je nog wat extra tips kunt, kunt geven of zo? Mag ik jij, dat? Jazeker. Ja, ik vind het echt heel erg fijn om mensen hiermee te helpen, omdat ik weet hoeveel plezier het mij heeft gebracht. Um, ja, ik zou zeggen, ga het gewoon proberen. Ga het, het is echt zo de moeite waard. En het gaat niet om het maken van het boekje, maar gewoon op die manier het contact hebben met de persoon. En laat je gewoon, laat je verrassen. Bedankt, Stans en Annie, voor dit openhartige interview. Voor nu wil ik u bedanken voor het kijken en ik wens u verder nog een hele fijne dag.